iedere maand peilen wij de mening van de inwoners van het Oldambt in onze vaste rubriek De Stelling. De kilometerheffing niet in Oost-Groningen. Nee, ik zal het niet doen. De motor loopt inmiddels gelukkig. Ja, die loopt. Accuproblemen. Ja, licht en laten branden en de autoradio aan. Oh ja. Maar u bent tegen de kilometerheffing? Ja, in principe wel. Waarom? Omdat je lang afstand moet maken, dan moet je ook meer betalen. Dus als je alle dagen in Amsterdam of zo wat moet, dan moet je extreem veel betalen. Ja. Dus u zegt gewoon niet doen en laten zoals het nu is? Ik zou het laten zoals het nu is, ja. Dank u wel en succes ermee. Zal wel lukken. Dit voorstel van Camille Eurlings veroorzaakt veel ophef. De wegenbelasting in BPM moet vervangen worden door een prijs per kilometer. De stelling van deze maand, de kilometerheffing niet in Oost-Groningen. Niet in Oost-Groningen? Ja, wel in Oost-Groningen. Ja, dat lijkt me heel logisch. Want je hebt hier geen files. Je hebt hier ook veel minder verkeer. Dus, Nou, ik ben voor een geheel Europa en laten ze in heel Europa maar één systeem toepassen. En als dat toevallig dan wel de kilometerheffing is, dan moeten we ons daar maar bij aanpassen. Ik ben erop tegen. Want? Ik rij wel niet veel, maar in het algemeen. Je moet. Waar is er eigenlijk voor? Blauwe Stad TV. Blauwe Stad TV. Ik heb een leaseauto en mijn tweede auto rijdt me heel weinig. En als ik. Ja, daar kilometerheffing over moet halen. Is het voor mij voordeliger? Ja, je hebt geen ander alternatief. Kijk, als je verder in de Randstad of zo zit, is genoeg alternatief. Kan je met openbaar vervoer gaan. Maar hier is wat minder openbaar vervoer. Ik weet niet wat het inhoudt. Ja, ik weet wel de kilometerheffing, maar of het er beter of minder van wordt, dat weet ik nog. Nou, dat is het niet. In een jaar rij je 20, dan in een ander jaar zit je op 30. En dan? Huh? Ja. De bedoeling is ook dat we met z'n allen dan minder gaan rijden. Ja. Zou dat lukken? Ik denk niet dat de Nederlander zijn auto zo gauw zou laten staan. Nederland heeft het nog veel te goed. Ik rij 10.000 in het jaar, dus en ik is goed wat me wel vertellen of ik te veel op volg. Nou, dan gaat u er in de meeste gevallen op vooruit. Nou. Den Haag moet zijn geld, de gemeentes moeten hun geld en ik betaal. U vindt het een eerlijk systeem? Ja, ja, die meeste rijden, die betaalt het meeste. Begint met een leuke kilometerprijs. En uiteindelijk gaat het net als met het aardgas van vroeger. Het was ook heel goedkoop en nu betalen we de hoofdprijs. En weet je wat je straks krijgt? Als er heel veel mensen hier vandaan naar het zuiden gaan, dan gaan ze niet door Nederland, maar gaan door Duitsland. Ja.